past hij nog niet in, denk ik, hoor. Mag ik er ook heen? Dank je. Hoi. Hoi. Goedemorgen. Mag ik 4 van die pistoletjes? Ja hoor. Ja, en 3 keizerbroodjes. Ja. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar... Hier ook een beetje dicht. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag en ik open hem deze week op vrijdag omdat ik in Vlissingen ben. Ik heb net broodjes gehaald en vandaag gaan we naar Knokke in België. Zin in. Maar eerst ontbijten. Het microkastje links. We hebben ontbeten. We zijn nu onderweg naar... We zijn nu in Knokke. We zijn nu met de 3 oudste. Een beetje raar, hè? Ja. We lopen met z'n 3 naast elkaar. Past niet. Nee, en 2 persoonskinderwagen. Op de een of andere manier maakt het nooit uit waar we zijn ergens. We komen altijd bij de kroevoet terecht. In de kruidvat. We zijn in België en we zijn weer bij de kruidvat. Nou, mag nou Lua dit? Ja, ga maar nou even rechtdoor lopen, dan kunnen mensen achter mij. Mag hij dit nou? Ja, Lua? Je hebt wel gelijk. Nee. Dit wilde je toch vroeger altijd? De hele zoete drank. Kijk dan wel. Oh, deze heb je helemaal niet in Nederland. Vanille. En marshmallow. Nou, oh. Ik had nooit bedacht. Kijk, heel chemisch. Wel lekker. Deze kan je één maken. Oh, deze is wel heel leuk. Oh. Ja. Kom. Ik heb dus een nieuwe chocoladereep. Ik ook. Ik ga ze even cola halen. Kijk, deze repen. Sick. Deze nemen we mee. Ze bestaan dus al heel lang. Ja, dat weet ik. Maar deze neem ik denk ik mee. Vraag maar aan Jojo, weet het nog. Deze vind ik, lijkt me dus niet zo lekker. Kijk, als dit een andere cheesecake was, dan de strawberry had ik het wel gedaan. Papa, mag ik dit chocoladereepje meenemen? Oh, hier is nog meer eten. Ik hou zo van kruidvat eten. Vind ik echt geweldig. Hey Noah, kan die Bo niet deze? Bo mag dit nooit, want dit is altijd met hazelnoot. Heel zielig. Maar deze mag hij wel. Heb ik laatst voor hem gehaald. Kijk, dit zijn gewoon luxe lange vingers, toch? Of heb ik dit nou, ben ik nou gek? Maar, mijn jongere, ik had het echt geweldig gevonden. Ik hou nu niet meer zo van zure massa, dus helaas. Oh, ja, die wil ik ook graag, die tandenstokers. Ja, we vonden net een beetje rood. Maar misschien is het meer oranje. Nee, het is geweldig nou. Ook al denk ik dat Lua meer gek is van roos. Het is paars ook. Als het kan wel goed meedoen op Koningsdag met dat. Nou, welk maatje is dit dan? Dat is nog iets te groot. Ik vind het wel een heel schattig winkeltje. Of deze. Ja, maar geen leuke maat. 18 maanden. Dat wordt het niet. Dit is ook wel heel schattig, No. Ik weet dat Lua er hier uit is. Ja, dat heb ik ook in 3 jaar. Deze is ook leuk, maar volgens mij wordt nu toch de oranje opgehaald. We hebben Lua en Arthur hebben hier gewoon even geparkeerd. Het lijkt nu net alsof je een tweeling hebt. Maar ze stukken beide. Arvid. En Lua, heel schattig. Ja, het wordt toch de oranje. Hij wordt al ingepakt, zie ik. Ik vind die, welke vinden jullie leuker dan? Dank je. Past hij nog niet in, denk ik, hoor. Johanna zit als enige buiten. Maar ik stond ook buiten. En toen vroeg ik me oprecht af... welke gozer ooit deze mondbot zou kopen. Johanna zegt, normaal zijn ze 200. Nu is hij 50, maar dan nog. Wie loopt hier nou mee? Kijk, dit vind ik nog wel schattig. Maar zou ik ook nooit kopen. Want ze zijn nog steeds heel frappant. Maar dit? Ik kan er gewoon niet bij. Johanna, wil je ze graag? Voor jou.
We zijn nu even bij de Zara en ik heb twee dingetjes. Die heb ik. Heb je die? Ja, ik heb deze met deze knoopjes. Eerst twijfelde ik over de beige, maar ik denk dat ik zwart toch vaker aandoe. En wit maakt me altijd zo flatch. En ik heb dit blouseje, zo'n broekje heb ik al, dus die heb ik niet meegenomen. Maar deze wel, alleen ik moet er nog wel iets onder, want hij is echt heel doorschijnend. Ja, ik zat er ook tussen twijfelen, maar we gaan inderdaad morgen aan de ZZ en daar neem ik gewoon zitten aan. Maar ik ben wel heel blij dat er wafels zijn en pannenkoeken. Ja. Helemaal de achterste kaart. Best veel keuze. Maar ik weet nu niet wat ik wil, wafel of een pannenkoek. Wat is, oh, confituur. Wat is dat ook alweer? Ik neem of de pannenkoek met verse aardbeien of de wafel. Hoef ik niet, maar mag ik... We zijn aan het lunch, maar hier is gewoon een dikke vette binnenspeeltuin. Lua, wat heb jij hier? Dikke vette binnenspeeltuin. Wat leuk. Wil je zo'n lekker pannenkoekje of frietjes? Ja, maar zo'n ballenbak. Oh nee, is geen ballenbak. Maar je kan hier wel in spelen. Ga er maar heen. Moet ik jou helpen? Ga er glijden. Ga maar klimmen, Lou. Moet ik helpen? Heb je ouder aan? Lua? Geen ouw? Dat is niet Lua. Ja, dit is Lua. Echt druk. Die boeit dat niet. Hij is zo snel. Oh, terug? Er is nog een beetje iets gratis, hè? We hebben 4 pizza's. 3 grote en 1 klein. Die pizza salami. Hoe schat is dit pizzaatje? Lekker, Lou? Ja. Mag even, hè? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en we staan op de markt in Goes. Oh, het begint weer te regenen, Ries. Ja, waar, hè? Ja. Ik vind het ook koud vandaag, hè, niet? Ja, het is niet lekker weer. Gisteren hadden we heel mooi weer. Ja, toen was je niet mee te moeten werken. Ja, vandaag niet. Moet ik het eronder inleggen? Ja. Moeten we één keer stoppen? Moeten we even één bakje frambozen eruit verloeren? Zit dat hier, hè? Ja, denk ik wel. Dat is één bakje van. Kijk eens wat opa heeft voor jou, Lou. Die zijn lekker, hè? Ja. Mag ik er ook één? Mag ik er ook één? Mag ik er ook één? Dank je. We hebben beschimmeld. Dank je wel. Ik en niet. We staan nu even bij het tapaskraam, heet het. Soms wilde ik echt dat ik van olijven hield, maar we houden er niet zo van. Ze hebben hier wel heel veel smaken. Is die alweer bijna op, hè, Lou? Dat is ook lekker. Maar ik ga toch maar even de fish and chips. Altijd door. Oh nee, op je jas. Oh, ik geef, wacht even. Oh, ik had het vorige keer. Lekker? Nog meer? Het was alleen niet echt gebak. Maar hij is op. Ja, maar altijd neem je het en altijd van. Ik heb bij de zeven ook al. Je hebt dus een Wendy's in Amerika. Alleen, die Wendy's wilde volgens mij ook naar Nederland komen. Maar die Wendy's mag niet naar Nederland komen. Om een bepaalde reden. En dat las ik in een artikel. Om een Wendy's die in Goes zit. En nu heb ik de Wendy's gevonden. Kijk, daar staat de Wendy's. Ze zijn alweer erg ver weg. Maar ik ben nu echt een beetje starstruck of zo. Dat ik de Wendy's heb gevonden. Jo had me eigenlijk gevonden, eerlijk zeggen. Jo, ik heb de Wendy's gespot. Ja. Hoe leuk is deze broodbak? Wat ik dan jammer vind, hij neemt heel veel plek op beslag. Maar als je hem even in een boterhamzakje doet, dan niet. Maar dit is natuurlijk wel leuker.
Ik heb altijd heel veel kaarten. Nou ja, wat het irritant is van dit kaartendoosje. Oh, hier zitten al kaarten in volgens mij. Ja. Ik wilde net zeggen, want hierin passen niet mijn grote kaarten. We zijn even ergens nergens aan om wat te lunchen. Ik heb wel pizzaballetjes erbij. Je moet een huilen en droog. Ja, drie kwartier. En heb je misschien wel mij ook. Dank je. Ja. Dat vroegen we al, papa. Nou, dit is dus goede soep. Dit was de bospaddenstoelensoep. Ik heb net geluncht met die stroopwafels op de markt. Die ruiken altijd zo lekker. Zo'n kraam met van die verse stroopwafels. Maar vooral als ze nog zo lekker warm zijn. Maar goed, ik ben onderweg naar de Jamin. Want daar zijn mijn zussen al. Maar ik loop weer iets achter, want ik was weer dingetjes aan het vloggen. Dus. Ik wil dus wel heel graag van die paaseitjes uitproberen. Oh, dit past niet. Zo irritant met die kinderwagen. Samen. Samen. Ja, met een scherp. Even luisteren naar jou. Hier heb je bijzondere smaken ook. Vlaaflip. Ik krijg het wel, ik ben er ook een nieuwe naam. Volgens mij heb ik hier een keer een vlog van gemaakt, dat kun je denken. Johan, hebben wij dit een keer gedaan in een vlog? De paaseitjes proeven. Ontbijtkoek. Sick. Deze had je ook altijd in Amerika, daar kochten we ook altijd Laffy Taffy. En dan twee smaken, hè? Oh. Wow, zie dit. Eigenlijk wilde ik die, maar die is op. Wow, ik had het er net over dat we zo zin hadden in een stroopwafel. Ja, papa wil wel. Delen. Doen we dit twee. Om te delen. Ja. Hier, eet mij eens. Ja? Ja. Samen. Ik proef nu de Laffy Taffy. Maar dit vind ik niet zo, hè? Het zit overal. Ik vind het niet. Ik vind... Het plakt. Het plakt wel aan het snoepje, maar niet aan je kiezen. Ik heb het gevoel alsof ik van kneedgum zit te kauwen. Echt lekker chemisch. Ja. Ja. En banaan is ook de chemische smaak volgens mij. Daarom vind ik het zo lekker. Ja. Ik had ook die Mistral flavor gekocht. Maar die was niet zo speciaal. Welke smaak was dat dan? Auto aan! Lua ging net even zelf shoppen bij de... Waar ging je net shoppen? Nee, ik heb Nani. Oh, wil je ook Nani? Bij zo'n rommelmarkt, dat is wat ik zoek. Heeft ze mooie trolls uitgezocht? En deze. Die jas is toch geweldig van gisteren. Graag varkensham. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag zondag en we gaan naar een ontbijttentje. Heel excited. Pannenkoek, veel te boer. Wat had jij dan? Pannenkoek chocolade lover. Heb je die gehad? Ja. En? Ik vind het wel heel lekker met Nutella. Oh. Maar het was gewoon een pannenkoek met Nutella en dan heel veel vers fruit. Maar is het dikke pannenkoek of dunne pannenkoek? Dikke pannenkoek. Ik weet het niet meer eigenlijk. Oh. Richard, was het dikke pannenkoek of dunne pannenkoek? Ja, hè? Het was in mijn vlog geweest. Dat heb ik nog niet gezien. Oh, is dat de laatste vlog? Nee. Nee, heb jij de vlog niet gekeken, Rosa? Dat kan niet. Die heb ik gezien. Echt. Daar zat het in. Goedemorgen, het is vandaag maandagmiddag inmiddels al. En vandaag sta ik voor de klas. Zoals je kunt zien, normaal gesproken hoef ik op maandag niet te werken. Maar, aangezien ik in juni een weekje weg ga naar Mallorca omdat Noah gaat trouwen, moet ik dan woensdag, donderdag, vrijdag vrij vragen. En ik krijg 1 dag vrij, omdat ze dan gaat trouwen, maar die andere 2 dagen niet. Dus ik moest 2 dagen inhalen om te werken. En vandaag is 1 van die dag.
dagen. Ik stond vroeger op 7, want daar was de collega die normaal voor de klas staat ziek van. Dus dat kwam mooi uit. Het was op zich een goede dag. Het is altijd wel even anders als je niet je eigen klas hebt. Maar ik had het vorig jaar natuurlijk altijd. Dus ergens vond ik het ook wel weer leuk om een keer een andere groep te hebben. En ik kende de klas van vorig jaar al, omdat ik hier ook een paar keer plustijd van had gedaan. Ik hoef nu niet heel veel te doen aan schooltijd. Ik moet alleen al even overdracht typen over hoe het vandaag ging. En ik wil even wat printen voor school, voor een focusgroep wat ik heb gepland om te doen voor mijn onderzoek. En ik wil daarna nog even sporten. Dus ik denk voordat ik thuis ben dat het 6 uur is of zo. Maar goed, dat maakt niet uit. Mama heeft wel soep gemaakt, zag ik. Kijk. Daar word ik helemaal blij van. Nou, ik dacht dat ik vroeg klaar was. Maar blijkbaar is er nog een werkvergadering om 3 uur. Dus ik ben nog helemaal niet vroeg klaar. En ik ben ook niet op tijd thuis dan, helaas. Maar ja. Dan moet ik vanavond maar even bezig met school, met mijn master. Dat wilde ik natuurlijk eigenlijk vandaag overdag doen. Maar daar had ik geen tijd voor. Hoi, ik ben een snoepje aan het eten en hij is niet zo lekker. Het is volgens mij ananas. Ik mag niet met volle mond eten, dus ik moet even wachten. Het is vandaag woensdag. En ik stond vandaag weer voor een andere groep. Vandaag voor groep 5, want er was weer iemand ziek. En ik had plustijd, dus ik kon daar mooi invallen. Het was vandaag middag, dus we gingen naar de kerk. En dat was erg leuk, maar we gingen daar om 9 uur heen en waren volgens mij pas om 11 uur terug. Dus we hebben ook niet heel veel gedaan. Daarna ben ik nog bezig geweest met de cirkel van invloed. Heb ik die hier ergens hangen? Ja, daar loop ik wel even heen. Hiermee en heb ik de kinderen in groep 5, dan heb ik zelf de cirkel van invloed laten maken. Eerst waarop ze wel invloed hadden en daarna waar ze geen invloed op hadden. En dan konden ze zichzelf ook tekenen. Maar goed, nu ben ik hier nog om dingen voor te bereiden voor groep 6. En er waren nog snoepjes over van de kerk. Er waren snoepjes meegenomen, zodat ze werden uitgedeeld tijdens de preek. Die heb ik hier nog liggen, maar net had ik dus ananas. Die vond ik niet zo lekker, nu heb ik appel. Dit zijn favorieten, dus die bewaar ik. Wie deed het ook altijd vroeger? Zo in kleur sorteren. Of je eten ook altijd aardappeltjes, doppertjes, vlees. En ik zag dat hier ook nog een tractatie lag. Maar ik ben bang dat hij niet van mij is. Maar dat hij van iemand is die vandaag ziek was. Dus daar hoef ik dus ook niet aan te zitten. Ik moet nog wat dingetjes printen. Waaronder begrijp ik lezen voor volgende week. Leesblad voor volgende week. De pennen voor volgende week. Ik moet de Engelstoets nog uitprinten van een kind die hem nog niet heeft gemaakt. Dus daar ben ik nog wel even druk mee. Maar de kinderen zitten nu ook in groepjes. Tenminste in de middag en de ochtend wel gewoon in rijen. Dus we hebben 2 platte gronden. Maar ik vind ze wel leuk uitzien. Toch? Maar ik rond nog even af wat ik allemaal moet doen. En ik ga de vlog hierbij afsluiten. Want ik heb al heel veel beeldmateriaal. En ik heb geen ander moment waarbij ik kan editen. En dat ga ik dus vandaag nog even doen. Vond je een leuke weekvlog? Wil je een duimpje omhoog doen en abonneren? Ik zie jullie volgende keer. Doei doei! Groene appel. Erg lekker. Original. Ook erg lekker. Dit is zoet. Alles is toch zoet? En zuur. Heel zuur.